Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu organiseert in het kader van Wereldmilieudag op 5 juni een Milieuweek. In deze week moet er bewustwording gecreëerd worden over de diverse milieuaspecten. De Milieuweek is in samenwerking met Suriname Conservation Foundation, Inter-American Development Bank en United Nations Development Program. Onze nieuwsdienst sprak Donovan Bogor, Office Director bij het NIMOS, vandaag tijdens een tweedaagse seminar die gisteren begon. Bogor zegt dat de focus van vandaag gericht was op klimaatverandering. Kennis moet maken dat iedereen op één lijn gaat staan als het aankomt op een veilig en schoon milieu, meent Bogor. Kennis en informatie verzamelen is misschien niet eens echt zo'n uitdaging, maar wat zijn de rollen van de verschillende instituten bij het verzamelen van informatie? Want we moeten goede afspraken maken, afstemming moet plaatsvinden, er moet een uniformiteit zijn in verzamelen van data. Het thema van de Milieuweek 2023 is Stop Plastic Vervuiling. Bij de opening gisteren was de aandacht op afvalbeheer en duurzame steden. Bogor zegt dat Suriname nog niet zo ver is omdat we een ontwikkelingsland zijn. Echter geeft hij wel aan dat er geprobeerd wordt om aan alle internationale afspraken te voldoen. Daarom proberen we zoveel als mogelijk ook veelal awareness-activiteiten te ontplooien. Wij hebben wel één voordeel, gezien wij een hoge mate aan bos hebben. En dat vertelt al heel veel van ons. Paramaribo die is in principe een van de belangrijkste districten voor Suriname vanwege een aantal zaken. We hebben een haven, de meeste publieke diensten zijn ook gevestigd in Paramaribo. Dus het kan voor ons een uitdaging zijn om al deze dingen goed te ontwikkelen. Maar daarnaast is het ook een opportunity voor ons om eigenlijk onze identiteit binnen het hele milieugebeuren en ook die sustainability te brengen. Want we hebben een aantal zaken die we nu moeten meenemen, overwegen bij het maken van beleid. Ja. Tijdens de Milieuweek worden er in verschillende districten activiteiten gehouden. De focus daarbij is het geven van voorlichting om bewustwording op gang te brengen. De Milieuweek 2023 duurt tot en met zaterdag 10 juni.